Laat het weten in de comments. Interessant. Nou, jongens, dit is het eindresultaat. Is het niet fantastisch? Ik ben er zo blij mee. Je moet echt in april naar Nederland komen, want ja, dan hebben wij een verrassing voor jou. Gaan we? Hoe zijn we? Nou, echt na 22 jaar? Ja. 2001. Dat was heel leuk. Voor het eerst. Wakker geworden in Amsterdam bij Sjaan. Die woont hier. Ja, en nu blijven we gelukkig hier. Behalve jij. Nee, ik ga weer weg. Vertel mij wat je gaat doen. Ik geef nog wat toe. Mijn gorgeltje. Ik ga kijken. Wat ga je daar doen? Ik wil visite. En met Giuliano. Oh ja. Weet hij nou eigenlijk al dat we komen? Ja. Ik kreeg ineens weer niet bevestigd. Zeg, hallo. Nee joh, dit is zo grappig jongens. Rudy heeft een Italiaanse vriend. En die heeft altijd jarenlang gewerkt in een Italiaans restaurant. Maar nu is de eigenaar, die is overleden. En nu is hij de nieuwe eigenaar geworden. Maar echt gewoon... Ja, dat best wel bijzonder, toch? Ja, waren eerst andere eigenaren ingekomen. En toen had ze iemand... Ik weet niet precies hoe, maar toen hadden ze hem gevraagd van, wil jij niet ook compagnon worden? Oké, is goed. Terwijl ik altijd al tegen hem zei van, jij moet... Een eigen restaurant. Ja, dan neem je de restaurant niet over, weet je wel. En nou is het gebeurd. Het is echt zo leuk. En toen had Rudy een reserveringje gemaakt. Gewoon onder Rudy's naam. En dan met 6 man. Gaan we met z'n allen, dan gaan we daar. 6 en 13 gewoon al. Oh, echt? Wat gezellig, echt waar. Mm-hmm. Nou. En toen dacht ik, kijk of je dat dan doorheeft, of jij dan... Dat is in één keer in de reservering staan. Dan. Maar heb je niet bevestigd? Nou, die zijn kopion, die doet de reserveringen. Dus hij kent jou niet? Nee, dus ik had het eigenlijk gevraagd. Maar weet hij wel al dat je in Nederland bent? Wist hij dat al wel? Ja. Oh, oké. Okay. Nu wel. Oh, nu wel? Ja. Nou, superleuk. Dus dat is over 2 dagen. Maar eerst ga je dus nog 2 dagen naar Gorinchem. En ik ga ook allemaal hele leuke dingen doen vandaag en morgen. Even zonder elkaar. Ja, even rustig. Dan zijn we 1 dag bij elkaar. Ja. Deze moet jij nemen nog. Ja. Feitje van de dag. Er zijn meer dan 10 feestdagen die chocolade vieren. Wat leuk jongens. Kijk dan, dit is Fit Easy. Waarschijnlijk heb je dat wel eens gezien online. Rudy wilde heel graag van die supplementen, of in ieder geval multivitaminetjes. Multivitamine is gewoon extra supplementen. Mijn vader en mijn broertje die hebben altijd zo'n hele zak bij zich. Met pillen. Ja, gokken. Maar dan vind ik altijd moeilijk van, wat moet je dan allemaal nemen? Wat heb je allemaal nodig? Waar koop je het op samen? Waar koop je het, ja. Maar ik heb eentje van kurkuma. Oh. En die andere weet ik niet meer wat ik nou precies allemaal heb. Ja, dat is heel leuk. Want dan kan je dus je eigen testje doen op internet. Gewoon een test invullen met een vragenlijst. En dan vraagt hij gewoon, heb je behoefte aan... Dat vroeg hij allemaal. Ben je gestrest? Hoge bloeddruk. Dat soort dingen. Allemaal dat soort vragen. En dan weet je eigenlijk precies, kwam eruit. Deze moet jij hebben, deze vitamine moet jij. En deze moet jij. Dus vet leuk. En dan krijg je dat zo in zo'n handig doosje. Dit zet je gewoon in je badkamer zo, denk ik, dat jij het neer gaat zetten. In de keuken. En dan trek je dit gewoon telkens, kijk, het is gewoon zo'n lange rit. Er zitten gewoon voor 30 dagen, elke maand, zitten er gewoon vitamine bij. Die je gewoon zo... Dat je nodig hebt. Ja, afscheurt. En dus elke dag een feitje van de dag. Ja. Even kijken wat die andere is. Wat heb je altijd al willen leren? Skydiven. Oh ja, jullie wil zo graag skydiven. Maar je kan dit dus ook in abonnementsvorm doen. Dan hoef je helemaal niet, dat helemaal nooit meer aan te denken. En dan bestel je het gewoon 1 keer en dan klaar. Ja, het is wel handig. Dat ja. Dan moet je al die dingen in huis halen, al die dozen. Dat heb je ze allemaal al op? Ja. Wat, deed je gewoon zo? Ja. Ja, heel knap, de vierkant echt. Kan het niet. Oké. Okay. Dit is Rudy's vervoer. Oh, daar moet ik echt om lachen. Dit is toch heel... Wat een schattig ding. Ik dacht dat hij veel groter was. Ja, ik dacht gewoon zo één als Cliff heeft. Maar dit is gewoon de mini-versie. Kijk nou jongens, hoe hilarisch. Deze is van Sien. En het stuur zit dus aan de verkeerde kant. Oh, wat grappig. Je past helemaal niet eens in. Oh, je bent te groot. Dit is de gas gewoon, rem en de schakel. Moet ik de eerste stukje rijden?
Dat is geweldig dit. Zo jongens, Sien die kwam dus even onderbreken terwijl Rudy zijn vitamine nam. Maar ik had nog een kortingscode voor jullie. Co15 staat hieronder in beeld. Voor een leuk kortingje. En dan kun je het ook eens proberen. Het is best populair al. En volgens mij dus ontzettend handig. Want er is nooit meer aan te denken. Je hebt gewoon zo'n zakje voor op reis. Vet handig. Maar goed, ik ga voor het eerst met de tram weer. Dus ik ben nog uit een andere wereld gekomen. Ik ben me echt aan het aankleden nu. Maar dit is waar ik net heb gelegen bij Jade. Oh, dit is niet normaal chill. Kijk, hier zit dan dus dat gat in voor je buik. Het komt dus helemaal nog verder naar beneden. Nou, dat was zo relaxed. Ik heb echt in geen tijden zo ontspannen kunnen liggen. In je eigen bed liggen natuurlijk helemaal op je zij, is op je buik, is eigenlijk wel niet chill liggen. Maar zo ontspannend, het leek helemaal alsof ik gewichtloos was gewoon. Alsof ik gewoon een soort aan het floten was. Oh, zo fijn. Oh mijn god. Ik kan gelijk mijn bed in. Oh, maar goed, we gaan nog even eten. Gezellig. Oh, en ik ga Jade alles vragen over babyzwanger. Of babymassages, want dat geeft ze natuurlijk. Dat heb ik volgens mij al een keer genoemd in de vlog toen ik met Jade was. Toen had ik nog helemaal geen baby. Maar vond ik zo leuk dat ze dat had ontworpen. Helemaal zo'n babymassagecursus. Hoe je dus je kleintje ook kan masseren. Dus ik zal het in de beschrijving zetten. Ik ga daar even vragen aan Jade hoe of wat. Waar je dat kan doen. Dat wil ik ook echt gaan doen. Lijkt me heel leuk. Jeetje. Jongens, oké. Okay, ik moet even wakker worden. Jongens, goedemorgen. Het is maandagnacht, zou je kunnen zeggen. Nou, zou je kunnen zeggen. Zou je kunnen zeggen. Is het gewoon. Het is 5:10. En ik ben me aan het klaarmaken. Gedoucht. Aangekleed. Rapido klapido. Ik had helemaal tasje al klaar. Ik word zo meteen opgehaald door de taxi. Want ik ga naar Malaga. Naar Spanje. Helemaal zin in. Naar mijn lieve vriendin Francie. En de kinderen, die woont daar al 10 jaar. Dat is echt ongelooflijk lang. En ik ben er gewoon dus nog in 1 keer geweest. Wat belachelijk is. Ik ga, denk ik. Moet ik een jas meenemen of niet? Eerste keer op Eindhoven Airport. Ik ben hier gewoon nog nooit geweest. Dus ik weet ook gewoon totaal niet de weg. Hoe vaak het toe moet. Maar goed, ik volg netjes de bordjes. Zoals een echte toerist betaalt. Zo, want ik had ook geen nekkussentje. Maar heerlijk. Ik zet gewoon altijd zo'n podcast op die saai is. En dan hoor ik gewoon lekker die stemmen op de achtergrond. Heerlijk de peerlijk. Nou, ik loop nu richting de uitgang. Groot airportje op zich. Had ik. Ik ben hier wel geweest, meer dan alleen aan de gate up en down. Maar goed, ik vind het heel grappig te bedenken dat dit echt de airport van Parel is. Van La Perla. Parel heeft namelijk een huis gekocht. Of een huisje. Een klein appartementje heeft hij gekocht in Spanje. Omdat hij gewoon zo erg verhoudt van de zon. En ja, hij wilde gewoon iets in de buurt. Een vakantiehuis. Maar dan echt in de zon. Ja, dan is Zuid-Spanje geweldig. Dus hij heeft hier een appartementje gekocht. Heel grappig. We noemen het La Perla. Het heet helemaal niet zo hoor. Maar dat heeft hij helemaal gepimpt en opgeknapt. En heel leuk aan zee met zwembaden. Ik zal het linkje wel eens even in de beschrijving zetten. Mocht je nou eens denken, ik wil in het huis van Parel logeren. Want hij verhuurt het dus. Als hij er zelf niet zit. Dan moet je even op de link klikken. Nou goed, wij gaan nou op naar Frans. Kijken waar ze is. Wij zitten nu in Spanje. Ja. Wij zitten in Spanje, Lokies.
kan me lekker niet verstaan. Nou, als je Spaans praat, niet meer nee, dan kunnen ze jullie niet verstaan. Het Spaanse ochtendzonnetje. En een hele overbelichte zee. Maar wat een uitzicht, jongens. Het is geweldig dit. Ik ben dus nu in Bena Madela. Zeg ik dat goed? Ja. Ligt dus onder Malaga of naast Malaga. Bij Malaga. En daar woont Fransie dus al zo'n jaar of 10. We hebben net de kinderen naar school gebracht. Frans heeft 2 kids. Hele leuke gasten. Echt 2 toppers. Dus die zijn op school nu. En wij zijn even lekker een beetje op de laptop. Even nog een beetje aan het werken doen. En dan gaan we straks even lekker koffie drinken. Ergens. En we hadden ook wel zin om te shoppen eigenlijk. Nou, ik natuurlijk ook. Ik sta vooraan. Dus misschien dat we dat nog even gaan doen. Maar we hebben lekker geen planningje. Dus we zien het allemaal wel. En we zijn gewoon samen. En het is heerlijk. Alleen maar kletsen. Ik heb denk ik Fransie een paar jaar nu al niet gezien. Vlak voordat ik emigreerde heb ik haar nog gezien. En toen was zij ook in Nederland. Dus dan hebben we elkaar nog heel even gezien. Heel kort in de Beethovenstraat. Mensen van de vlog weten misschien dit nog. De trouwe kijkers. In de drogist waren we toen. Weet ik nog. En voor de rest heb je dan natuurlijk appcontact en zo. Maar we hebben elkaar zo lang niet gesproken. En echt gewoon de tijd gehad. Dus het is zo fijn om nu urenlang gewoon te kletsen en ja, geweldig, fantastisch. Ik begreep net dat ik de woonplaats helemaal verkeerd heb uitgesproken. Benal Madena. En wat betekent het? Het is Arabisch. Huh? Het komt, want hier is altijd, hier zijn de Moren geweest. Oh Moors. Ja? Maar wat het betekent, dat weet nobody ik niet knows. Meer. No, nobody knows. Well, somebody knows, but I don't. Nee, nee. Nou, mocht je het weten, laat het weten in de comments. Interessant. Zo jongens, nou we gaan lekker onze nagels laten doen en daar ben ik me dus blij mee. Het is helaas, helaas van natuurlijk. Kan je er niet uit? Je moet alleen iets naar achter nog. Nog iets. Komt u maar. Ja, perfect. Okay. Nu staat hij echt strak. Oh, spreek je maar. We gaan even lekker naar de nageljuf, de nagelchica's. Want dit is natuurlijk zo lang uitgegroeid. En het duurt nog wel even voordat ik in Nederland ben, dus ik vond het wel een goede activiteit van vandaag. Ja. Doe je foto? Tegen en je hand kunnen we doen. Ja. Hé, hey, want ik wil graag mannen met snorren op de vlog. Oh, dat is al te laat. Nou, kom maar. We zitten hier heerlijk te eten. We hebben net Italiaans gegeten. Ja, poepzakken. Wat hebben jullie? Poepzakken? Wat zeg jij nou weer? Tegen het mensen. Ik heb een mooie snor. Ik zie het, ja. Dit is gewoon een Nutella slagroomsnor. De vlag is kapot. De vlag is kapot? Waar is de vlag? De vlag nog. Oh, de vlog. Oh. Jullie zijn veel te slim voor deze vlog. Ik meer een toetje, denk ik. Mag ik even? Ja, je mag. Doe maar een stukje houden en zo. Anders worden de mensen misselijk als ze kijken. Sodium. Mijn broer was net aan het aanvallen, dus ik moet iets nieuws maken. We zijn nu in een auto. Misschien kunnen jullie kijken naar mijn vlog. Oké, ik weet nog niet hoe het heet. Oh. Maar dat zien jullie denk ik wel vanzelf. Hebben jullie gezien Fransie in Spanje? Nou, ja. Ik ben de kind van Fransie. Nou, Kenzo, dat is goed van jou dat jij dat zegt. Mama had ook vroeger een YouTube kanaal, Fransie in Spanje. Ja, dat is wel waar. Dat ben ik. Op een blauwe maandag. Oké, jongens, welkom in het Pirate's Nest. We zijn aan het sminken. Wij gaan sminken. Ja, jongens, dit is het eindresultaat. Is het niet fantastisch? Ik ben er zo blij mee. Ja. Toch? En jij ook? Wat ben jij nou geworden? Een boef, hè? Volgens mij een skelet of zo. Of een spin. Het ziet er geweldig uit. Echt fantastisch. Daar zit nog een Dracula. En nu zijn we aan het Nintendo, hè? Want de boys hebben een nieuw spel wat helemaal te gek is.
Luigi's Mansion. Goedemorgen, we hebben natuurlijk net al lekker gezellig de gezelligheid aan de eettafel zien. Maar die jongens zijn op school en wij zitten hier in een filetje om 9:45. Zegt Frans, ja, dit is prime time. Prime time, want iedereen begint hier om 10:00 met werken. En de winkels gaan open om 10:00. Nou, dat is dus één grote drukke boel. En die kinderen gaan hier dus om 9:00 beginnen met school. Waar ze ook zouden dus al 3:00 bezig zijn. Zijn ze hier dus pas om 9:00 gewoon. En gaan ze door tot 2:00? Ja. En of de werk... 4:30, maar 2:00 is leerplicht. En de werk... Oké. Okay. Oh ja, en de winkels en de werkdagen zijn wel tot 5:00. Nou, dat ligt eraan of ze siesta doen. Dus het zou... Kijk, een bank bijvoorbeeld, ja, die kapt gewoon om 2:00. Klaar. Van 10:00 tot 2:00? Ja, en dan... Nee! Ja. En soms werken ze achter de schermen nog dan wel even. Maar dan is de cliëntentijd zeg maar klaar. En als je bijvoorbeeld een boutique winkeltje hebt, een klein winkeltje, niet de Zara of zo, dan is het van 10:00 tot 2:00 en dan van 2:00 tot 5:00 lekker tukkie doen, siesta, even goed stevig eten en dan slapen. En dan van 5:00 tot 8:00 bijvoorbeeld weer open. Of wel soms ook tot 9:30. Nee joh! Ja. Ongelooflijk hoe anders dat is, hè? Ja, maar niet iedereen doet siesta's, nee, maar die dat soort kleine boutiques en die wat ouderwetse zeker wel, ja. Jongens, we zijn... Hoe heet het? De markt. Binnen Kasaba. Oh, Kasaba. Het is gewoon een foodmarkt, maar eigenlijk gewoon een markt. Kijk hoe mooi, die glas in lood. Maar ze hebben alles hier, vis, olijf, groenten. Goedemiddag vanuit Benalmádena. We zijn nu voor de laatste uurtjes van mei op het strand. Om hier even lekker pimentos de padron te eten. Daar had ik zo'n zin in. Hebben ze dat hier? Oh, goed. Wat ziet dit er leuk uit. En dat betekent over en sluiten. Er kwam er een olifant met een hele dikke stuit of zoiets. En die blies het verhaaltje uit. Geweldig jongens. Nee, we hebben het ontzettend leuk gehad. We gaan zo naar huis. Dan ga ik nog even mijn spulletjes een beetje bij elkaar rapen. Alle kaartjes van de kleding eraf knippen. En dan is het afgelopen. Dan gaan we terug naar Amsterdam. Heel jammer. Ik heb het zo leuk gehad hier en zo tot rust gekomen. Het was echt enorm gezellig. Duimpjes omhoog. Nee, duimpjes omlaag. Nee, helemaal niet. Duimpjes omlaag. Mijn hart is rood, dus ik moet duimpjes omlaag doen. Doe maar zo. Doei. En dan zwaai en dan doei. Goedemiddag. Avond. Het ligt eraan wanneer je dit kijkt. We zijn nog steeds in Nederland. En het is me hartstikke gezellig. Ik ben gisteravond uit Malaga teruggekomen. En ik ben vanochtend eigenlijk linea recta naar de tantes gegaan. Ik heb daar niet gefilmd, maar we hebben helemaal gezellig geluncht daar. En nu zitten we dus helemaal te kletsen. Want het leuke is, Mea is dus kraamverzorgster geweest vroeger. Dus die, ja, we zaten gewoon even te kletsen over. Ik ben zo benieuwd naar alles. Hoe jij hebt zoveel bevallingen meegemaakt dat je erbij was. Heb je ook een bad meegemaakt? Nee, een bad heb ik nooit meegemaakt. Dat was dan vroeger niet echt, hè? Jawel, dat begon te komen. Oh, wel? Jawel, dat begon, maar dat heb ik niet meegemaakt, maar wel baarkrukken. Oh, baarkrukken, ja. Is dat wat? Ja, ik weet niet hoe je dat als moeder ervaart. Nee. Maar ik vond in bed altijd wel wat overzichtelijker. Ja, die baby's vallen dan zo van die baar uit die baarkruk. Ja. Die moet je echt opvangen natuurlijk. Die moet je echt opvangen, ja, dat klopt. Maar het lijkt me wel, en dat zijn mijn verloskundigen ook, en dat denk ik dat ze daar natuurlijk helemaal gelijk in heeft. Als je al gaat bedenken hoe je zit te kakken, de zwaartekracht is naar beneden. Eigenlijk is het heel onnatuurlijk om in de horizontale houding te bevallen. Dat klopt. Toch? Dat is zo. Dus ja, ik krijg al voor dat bad. Rainbows en glitters. En de baarkruk neemt ze ook mee. Dus... Nou, wie weet. We gaan eventjes snel de winkel in. Want ik denk dat ik mijn make-up tas heb laten liggen in Spanje. Ja.
heb ook helemaal geen spul, dus om het eraf te halen. Gewoon de hele handel is in Malaga achtergebleven. Dus ik ga even kijken of ik wat leuks hier bij de drogist op de kop kan tikken. Zo jongens. Nou, ik heb de tas hier vol hoor. Oh, het is toch echt verschrikkelijk dat je dat dan weer allemaal opnieuw moet kopen. Maar eigenlijk ook wel leuk natuurlijk. Oh, in godsvermogen. Maar goed, ze hebben me goed verwend met allemaal extra pulletjes. En nog een heel schattig nieuw tasje van Dior hebben ze erbij gedaan. Ja, je moet dan gewoon echt gaan denken. Mascara. Oh ja, oogpotlood. Eyeliner. Oh ja, wenkbrauwding. Foundation. Poeder. Blush. Concealer. Lipgloss. Echt gewoon alles is weg. Ik ga het even allemaal hier mooi inladen. En ook meteen opmaken, want we gaan zo meteen weg. Over een half uurtje. Wij gaan vandaag naar AIDA The Musical. Maar wat dus nu heel leuk is, ik ga dus nu met mijn zussen, mijn pleegzussen en mijn zusje. Mijn Ta, die kennen jullie. De andere twee hebben jullie nog nooit gezien in een vlog. Maar goed, die zijn wel in mijn leven. Ja, die kennen mij natuurlijk ook vanaf dat ik, vanaf dat ik 14 ben al. Maar die hebben een tijdje geleden gezegd, oh my god, Ko, je moet echt in april naar Nederland komen. Want ja, dan hebben wij een verrassing voor jou. Dus ik zo, nou, ik ben er in april. Want dan ga ik naar de première van AIDA. Want ik ben uitgenodigd daarvoor voor de musical. Ja, leuk. Daar wilden ze mij dus mee naartoe nemen. Omdat ze dus, ze hebben die musical ook nog nooit gezien. Maar door mijn gezang, getetter van vroeger, al die liedjes, ja, kennen ze ook gewoon de musical en de muziek. En wilden ze mij dus daarmee naartoe nemen als verrassing. Nou, zo lief. Dus nu gaan we dus met z'n allen, met z'n vieren. Echt keileuk, ook zo lang geleden dat we iets met z'n vieren hebben gedaan. Dat is echt gewoon, ik kan het me niet eens meer herinneren. Gaan we lekker uit eten in Scheveningen bij de Beach Room. Die heerlijke tapas tent, die zit naast de Circus Theater. Ja. En dan gaan we daar eerst lekker eten en daarna gaan we naar de show. En ik kan niet wachten, ik ben zo benieuwd. En dan is het morgen, komt Rudy aan op Willems verjaardag. Helemaal gezellig, zie ik ook weer allemaal familie van Ras en vrienden natuurlijk. Zondag ga ik met Ras nog een keer naar AIDA. Ja, ik heb hem nooit gezien, dus nu ga ik hem dan twee keer zien. En dan is echt de première. En dan komt er ook een make-up artist en een haarstylist. Die dan dus ons helemaal mooi gaat maken voor de première. En dan gaan we dus met z'n tweeën naartoe. Nou, ik moet al bijna van janken. Helemaal leuke dingetjes voor de boeg. Zo fijn. Echt heerlijk. Dus nou, ik ga dit allemaal even mooi organiseren. Op nieuwe spulletjes. En dan ook wat opsmeren. En dan zullen jullie zo meteen het prachtige resultaat van mijn nieuwe make-up is. Ik zag je camera jatten met dit in de kastje. Ja, ga je het shotje doen? Ik doe het. Carina en de Soep. Ik salute je. Ik salute je. Ik salute je. Hele goedemorgen. We zijn weer in het Brabantse aangekomen. Nou, gisteravond natuurlijk al. Maar het was laat en donker en ik heb niet meer gevlogd. Maar het was fantastisch. Het was geweldig. Ik heb zo genoten. Ik heb gehuild. Het was gewoon alsof ik mijn cd opzette. En dan gewoon tussendoor. Het makes sense nu allemaal. Die scènes. En het was heel leuk om te horen. Alles zo en te zien. Genoten, gelachen, gehuild. En nu zijn we weer in het Brabantse land. Waar vandaag de party van Willem en Pippi gaat gebeuren, plaatsvinden. Kijk, deze springkussen staan al klaar. Binnen is het helemaal gezellig met ballonnen en hapjes en dingen en taarten. En nou, er komen echt hartstikke veel mensen. Wat ook ontzettend leuk is natuurlijk voor ons. Ja, dan zie je ook gelijk weer iedereen. En Rudy, die is ook onderweg. En Willem heeft helemaal geen idee. Die weet helemaal niks. Dus dat is leuk. Dus jongens, ik... zal jullie wat sfeerbeelden laten zien zo meteen van dit evenement. Nou jongens, daar zitten we dan hoor. De boezem en ik, onze lang verwachte dag. 23 jaar op gewacht. De première van AIDA, The Musical. Ras heeft hem nog niet gezien. Niet in het theater. Nee, ja, stukjes. Alleen bij de doorloop heb jij hem gezien. Ja. Zonder kostuum. Zonder kostuum, helemaal plat. Ik ben heel benieuwd. En Rudy, die zit er ook bij.
met zijn zakje chips. Ik ga lekker winkelen. Ja, jij gaat lekker winkelen in Den Haag. En je gaat de fruit story? Ja, Rudy gaat echt winkelen. Wij zijn zo blij dat we iets kunnen kopen, Ras. Wat ga jij kopen? Een laptop gaat Rudy kopen. Zijn laptop is helemaal kapot. Hij kan niet eens meer typen, zijn toetsenbord doet het niet meer. Dus dat mag wel. Gaan. Nou, echt na 22 jaar? Ja. 2001. Dat was ook leuk. 21 jaar wachten. En in het slaapkamertje van Rachel Siwaletti. En in de woonkamer heel veel. Ja, en in de woonkamer heel veel deze muziek geluisterd te hebben. Hoe vond jij de show 20 jaar later? Kon je nou herinneren nog verschillen? Ja, alle nummers herkende ik sowieso, maar... Ik had natuurlijk niet het stuk. Dat stuk heb ik 1 keer in mijn leven maar gezien. En je was jong, hè? 14. En ik was super jong. Dus ik kan niet zeggen, oh ja, die scène, die nee, is... Nee, nee, weet je wel? Of wat er toen gebeurde, of dat is te lang geleden. Ja, nou trouwens, sommige scènes kan ik me wel herinneren. Wat dan? Want net van kleren uit, weet je wel? Oh, mijn pakje Jan. Die kan je herinneren, maar die was wel anders, hè? Ja, die is wel Dat hele nummer is ook bewerkt. Maar goed, het is geweldig, jongens. Ga het zien, echt waar. Het is echt... Maar de grap is dat mensen zeg maar altijd zoiets hebben van... Oh, anders is het verkeerd. Maar dat is natuurlijk niet... Anders is niet verkeerd, nee. Het is niet altijd het geval dat iets anders verkeerd is. Of iets nieuws verkeerd is. Ja, maar dat is gewoon... Je bent heel erg... Narrow-minded. Ja. Ja. En ik moet ook zeggen, ik heb hem nu 2 keer gezien. De eerste keer dacht ik ook echt, hè, dit ging zo. Of weet je wel, toch een beetje zo dat aan de oude dingen vastzitten. Maar nu ik hem voor de 2e keer heb gezien, denk ik eigenlijk alweer, oh wat mooi. Ik kon het eigenlijk veel meer waarderen wat ze stonden te doen. Nog meer eigenlijk. Dan dat je in de eerste keer luistert en dan luister je alleen maar naar de veranderingen de hele tijd. Nee, het was echt geweldig, jongens. Zo genoten. Oh, dit moet je echt... Stel je voor, als je dit nog nooit gezien hebt en nog nooit de muziek hebt gehoord, dan is het helemaal geweldig, ja, denk ik. Het is zo mooi. Ja. Oh, echt. Ga dat zien. Ga dat zien. Nou, Ras die brengt mij nu ondertussen naar de vader van Rudy. Die is in het land. En dan gaan we gezellig vanavond uit eten. Oeh, dat ging een bumpertje. En je hoeft niet zo hard in principe. Je kan ook remmen. Dit ging heel zachtjes. Oké. Okay. Dus, nou, tot straks. Jongens, we zijn inmiddels aangekomen in Amsterdam. Ik zie eruit als een spook zo. Ik heb nog een paar nepbimpertjes op. Die laat ik er gewoon lekker op zitten. We hebben lekker gegeten bij Catch. Nog nooit geweest, het was super leuk in Den Haag. En nu zijn we in Amsterdam bij Sjaan. Dus we gaan hier lekker slapen. En nu blijf ik ook gewoon echt hier in Amsterdam. Dus dat is wel echt fijn. Als in, ik ga nog wel een paar keer de stad uit, maar niet slapen. Dus dat is wel echt heel fijn. Dus ik kan echt op 1 plek nu. Totdat we gaan. Ik ben kijkbot, ik ga slapen. Ik ben echt niet meer waard. Het is 2:15. Dus echt telkens zo, elke dag. Rustig. Goedemorgen, we zitten met Parel in de auto. Wat een gezelligheid. Oh, dit is niet normaal. Jongens, kijk nou. Wat is er? Ja, ik durf het. Ik ben bijna oranje.